Turkse belt. Hey jongens, waar slapen jullie precies in Ommen? Een boomhut. Dat kan toch niet? Jawel. Is in ieder geval prachtig uitzicht, jongens. Wat is dit? Moeten we nog hoger? Lekker slapen in de boomhut. Is het fijner slapen dan thuis? Ja. Nee. Ja. Het trilt hier de hele tijd en dan word je wakker. We gaan een beetje heen en weer. Geniet er nog van de boomhut. En niet naar beneden vallen, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Bart Kieft, RTV Oost. Ik ben op zoek naar de meest bijzondere kampeerplekken in Ommen. Mag ik even meerijden? Jazeker, kom maar mee. Ja. Wel, ik stap even uit. Meneer. Nou meneer, mevrouw, de hond is waaks. Wat een prachtige kampeerplek heeft u. Kampeerbus. Wat is het voor bus? Het is een VW T2. Oké, zelf opgeknapt? Ja. U bent de handige Harry? Nou, dat probeer ik wel te zijn, ja. Meneer, wat is dat nou voor gevoel om met zo'n busje op vakantie te gaan? Heerlijk, dat is onbeschrijfelijk. Dat blijft gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, want wat is de toegevoegde waarde met bijvoorbeeld een gewone caravan met voortent? Nou, ten eerste sta je veel sneller. En het is een uitstraling, dat is het bijzondere. Ja. Krijgt u veel reacties? Ja, ontzettend veel. Ja. Ja. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. U gaat op vakantie en u neemt mee. Twee ezels. Hoe kan dat nou? Hobby ezels hebben en daar vaak mee gaan lopen. En hier kan je het bos in en wij wonen op het platteland. En hier is een camping waar plek is voor ezels? Eigenlijk voor paarden, maar een brutaal mens heeft de hele wereld. Dus dan vraag je, accepteren jullie ook ezels? Ja, kamperen met ezels. Ja. Om 6 uur 's morgens worden we wakker gemaakt. Door de ezel. Door de ezel. De balkende ezels hierachter. Ja, een mooie wekker. Sommigen zullen het heel leuk vinden. Sommigen zullen wel eens een keer denken, moeten ze nou wel afgaan 's ochtends? Dat is een balkenhard. Kunt u ze even laten balken? Of? Nee, dat gaat niet op commando. Nee, was maar waar. Meneer de Annashoeve, ja, u heeft de ideale plek, want u bent een visser. Ja. Dit is uw stek, gaat u lekker zitten? Dit is mijn stek, ja. Kijk uit dat u niet uitglijdt. Nee, maar ik... gebeurt wel eens. Hoppa, dan moet ik ook uitkijken, ja. Want het is hier glad. Dit is ideaal voor de visser in hart en nieren, die ja, u bent. Ja, het is een geweldige stek. Had een beetje meer stroming in zitten op het moment, maar over het algemeen, ik vang goed vis hier. 20 meter en dan zit u in de caravan. En dat is prachtig. En er wacht een vrouw op u. Ja, ja, gelukkig wel. Hè? Dus... Die bel doet het niet helemaal op en top. Scouting, kamperen, Ommen. Ja. Dat gaat samen. Ja, zeker. Ja, al 100 jaar bijna. Volgend jaar is dit kampterrein hier 100 jaar. Dus in 1923 zijn we hier begonnen met kamperen. En Ommen weet niet anders dan dat er in de zomer scouts zijn in het dorp. En die komen hier vandaan. Ja, wat opvalt is die kleurige totempaal. Wat is dat? Ja, dat is een geschenk van scouts uit Azië. En die kwamen hier voor een internationaal kamp. En de boom zelf is 2 maanden onderweg geweest hier naartoe. Die is verscheept en daar hebben ze hier die totempaal opgezet. En, prachtig. Symbool voor internationale kampen die geweest zijn. Even iets harder. En tot slot in de categorie bijzondere kampeerplekken in Ommen mag natuurlijk jongerencamping Dennenoord niet ontbreken. Voor shot. Lieve papa en mama, groetjes uit Ommen. Yo!